Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Arthur LaserMaster 2 15 watt versie. Een video over een nieuw projectje. Ik heb een aantal projectjes in de pipeline staan. En er zitten hele bijzondere dingen bij, dat kan ik je wel vertellen. Maar dat zijn dingen die ook voor mij voor een eerste keer zijn. Maar je weet, ik maak een video direct op de eerste keer, zodat je ook ziet wat er bij mij fout gaat. En je op die manier kunt leren van de fouten van een ander, van deze oude sukkel hier. Dit project wat ik vandaag aan ga beginnen, dit gaat niet vandaag afkomen denk ik zo, maar in een van de komende dagen, is een project dat zit al wat langer in de pijplijn. Eigenlijk al vanaf het moment dat ik in januari acryl besteld heb. Daartussendoor kwam dat ik die LED-basisjes kreeg, waarin ik gekleurd LED met licht kon gaan doen en dergelijke. Maar deze plaatjes die zijn 15 bij 20 centimeter. Ze lijken frosten te zijn, maar dat is niet waar. Er zit gewoon stickerwerk op voor en achter. Maar dat laat ik er voorlopig nog even op zitten. Want het is erg kwetsbaar in die zin, zeg maar, dat als je je vingers erop krijgt, krijg je er bijna nooit meer af. Wat ga ik maken? Ik ga een naambordje voor aan de deur maken. We hebben een klein bedrijf en jaren geleden heeft mijn vrouw voor Vaderdag een houten plaatje gegeven met onze bedrijfsnaam daarop. En die zit bij ons buiten bij de deur. Alleen laatst was ik toevallig met de schroevendraaier daar in de buurt bezig. En ik denk dat ik de schroevendraaiers aan de zijkant in dat houten stoel steken. Een beetje rare gedachte, maar ik heb een rare gedachte. Maar het was een goed idee, want wat bleek dat hout dat is zo verrot als de pest. Dus degene die dat gemaakt heeft, heeft leuk geschilderd en leuk gefreesd. Alleen hij heeft het hout niet voorbewerkt en zeg maar wat meer weerproef gemaakt. Goed, dat zij zo. Wat ik wil gaan doen is dus een blanke acrylplaat laseren. Op de bekende methode, hè, metalen plaat, grijze primer eroverheen. Daarop het acryl, gefocust op de metalen plaat. Vervolgens de gegevens hierop die ik hierop wens te hebben. En dit dan aan de muur gaan bevestigen. Dan zijn er een paar dingen die daarin een rol spelen. Het eerste is dat als je dat op deze manier gaat doen, zoals ik het hier beschrijf, krijg je op dat doorzichtige acryl een grijze naam. Dus de naam die we gaan lezen. Dus mijn naam en de bedrijfsnaam, zeg maar. Echter, de achterkant waar het op komt is gewoon een bakstenen muur. En dat ziet er natuurlijk niet zo mooi uit op die bakstenen muur. Dus, en dat was waar ik op zat te wachten en dat is vandaag binnengekomen. Wat had ik nodig? Ik had een plaatje zwart acryl nodig. Ook hier weer, let niet op. Het ziet er wat dof uit. Het komt omdat er aan beide kanten nog een tape overheen zit. Het is glossy. Het is een millimeter dik. 20 breed. Moet goed zeggen, 20 breed. Alleen de hoogte van 15 is het niet. En dat betekent dat ik hem zo meteen moet gaan snijden. En ik denk, als het goed is, moet dat met de laser kunnen. Dus ik ga dat met de laser zo meteen proberen. Maar in elk geval is de bedoeling dat hier bovenop dus die plaat komt te zitten. Dan is de achterkant dus zwart. Je moet even die tape hier wegdenken, zodat het dus helder is. Dan wordt dat grijs, dat schijnt op dat zwart. En op die manier is het leesbaar. Je zult zeggen, misschien had je het niet met verlichting kunnen doen. Ja, natuurlijk kan je dat doen. Het is alleen het probleem. Je moet die verlichting ook voeden. Dus moeten er oftewel kabels naar buiten, oftewel steeds batterijen geplaatst worden. En daar ben ik eigenlijk geen fan van. In dit geval dus gaat dat zonder verlichting gebeuren. Nog een ander dingetje. Hoe bevestig je dit dan op de muur? Dat is minder duur als dat je denkt. En minder lastig als dat je denkt. Al zit daar nogal verschil tussen. Je kunt dit in Nederland bij firma's krijgen. En wat ik je ga laten zien, dit zijn afstandshoudertjes specifiek voor glas- en acrylplaten. Bij sommige bedrijven zie ik ze wel eens voor 4 stuks voor 60 euro. Nou, ik zal je vertellen, ik heb er 10 besteld bij Ali en ze kosten, ik dacht, 8 euro. En wat het is eigenlijk heel simpel. Je draait het los. Je ziet dat de bovenkant kan eraf. Er zitten twee plastic afstandshoudertjes bij. Dat is om het materiaal te beschermen. Het is moeilijk te zien, maar dat zijn er twee van deze houdertjes. En in die buis zit een, goed laten zien, zit een gat. Daarin zet je een schroef. Dus die schroef die gaat hier doorheen in de muur. Ja. Plastic afstandshoudertje erop. In dit geval kan ik zelfs nog spelen met waar ik precies die zwarte en doorzichtige plaat. Plaat. Volgende afstandshoudertje erop. En vervolgens draai je deze fraaie schroef erin. Die kan je alleen maar handvast aandraaien. Niet met een schroevendraaier of zo. Dus het is niet met een sleuf erin of zo.
Maar daardoor krijg je dus een heel mooi effect. 10 van deze dingen, 8 euro bij AliExpress. Ik heb de link niet eens. Ze noemen het afstandshouders acryl. En wat we dus gaan doen, is dat proces gaan we volgen. Ik ga dus beginnen met het maken van dat zwarte plaatje op maten. Wat ik daarvoor heb gedaan, ik ga het niet eens laten zien in Lightburn, zo simpel is het. Ik heb simpelweg een toolpad gemaakt met de maat van de grote acrylplaat. En dat is dus 20 in de breedte, 15 hoog op dit moment. Ja? Deze plaat is groter, maar heeft wel dezelfde breedte. Dat is mooi. Ja? Wat ik vervolgens heb gedaan, ik heb dat vierkant, dat toolpad, precies in het midden van het bed geplaatst. En ik heb op de bovenste lijn van dat toolpad, dus eigenlijk op deze lijn, heb ik een snijlijn gemaakt. En die snijlijn, die heb ik hem settings meegegeven en ik moet dat testen. Dus met andere woorden, als de settings niet juist zijn, vergeef mij. Op dit moment 750 mm per minuut bij 85% power. Ja? En ik geef hem in eerste instantie één pas. Kan zijn dat als het nodig is dat ik hem nog een tweede passage eroverheen geef. En die settings die haal ik uit de settings die je bij de fabrikanten van lasers kunt krijgen over wat voor materialen, welke snijsettings er worden gebruikt. En vaak wordt dan uitgegaan van 20 watt. Goed, dat heb ik een beetje meegespeeld naar 15 watt toe. Ja, dat zou dan de zaak moeten gaan snijden. En ik haal wel die beschermingstape eraf. Dat ga ik er wel afhalen. Want ik weet niet of dat giftig spul bevat, ja of nee. En dan zou ik dat acryl moeten kunnen gaan snijden. Even een tip daarbij, want ik lees dat toch wel heel vaak op Facebook. Er zijn mensen die willen doorzichtig acryl snijden. Nou, dat kan wel, maar dan moet je een CO2-laser hebben of groter dan dat. Ja? Met andere woorden, je kan het doen bij donkergekleurde, niet doorzichtige acrylics. En dat is in dit geval met zwart acrylics. En dat gaan we proberen. Ik ga proberen dat te snijden en dat ga ik je laten zien. En van daaruit gaan we door. Nou, het begint natuurlijk met het focussen van de laser. En wonder boven wonder, hij staat al goed, dus ik hoef hem verder niet bij te werken. Ik heb inmiddels het bestand geladen. Ik ga eerst eventjes de kader erop loslaten. En dan zien we dat hij te laag ligt. Want op deze manier moet ik hem helemaal uitsnijden en dat is natuurlijk niet echt handig. Even kijken of het nu is. Bijna goed. Bijna goed. Even kijken. Naast, maar dat is niet zo erg. Ietsjes naar links. En dan gaat hij beginnen, denk ik, zo meteen. Oké. Hij is misschien een fractie groter, maar dat ga je eigenlijk in werkelijkheid niet zien. We gaan proberen, ik ga hem starten. Kijken wat er gebeurt. Ik mag wel zeggen, doe er alsjeblieft een deur bij open, want het stinkt. Ik denk dat we er nog een tweede keer overheen moeten. Het is wel iets waar je goede ventilatie bij nodig hebt. Toch net iets verschoven gehad waarschijnlijk. Nog een keer over. Maar je kan zien van dichtbij in elk geval, ik weet niet, u zit natuurlijk niet dichtbij, maar van dichtbij kan je zien dat hij wel degelijk er overheen gaat.
daarmee ga ik toch nog één dingetje doen. Ik heb namelijk het idee dat de linkerkant niet helemaal goed belezen is. Dus ik ga hem ietsjes breder maken. Maar daarvoor moet ik eerst even in Lightburn nog iets doen. Even ungroepen. Andere kant wat breder maken. En dan nog maar een keer eroverheen. Zo. En dan ga ik. Dit heeft te maken met het feit dat de lijn zeg maar niet breed genoeg was om door het hele materiaal te gaan. En dan moet je lassen doen en bijknippen, dan is het weer niet netjes. Dus ik ga zometeen nog één keer eroverheen. En dan weet ik ook zeker dat hij het hele materiaal gehad heeft. En niet maar een stuk. En dat was het dan. Voilà. En daarmee is het snijden van het acryl, wat mij betreft, het feit dat hij er helemaal doorheen is, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Want dan kun je hem gewoon ombuigen en breken. We gaan zo meteen verder met het acrylplaatje. Oké, dan is het nu tijd voor het blanke acryl. Om dat te voorzien van de tekst die wij erop wilden maken. Even een kleine aanvulling. Je gaat zo meteen zien dat op die tekst niet alleen de tekst erop staat, maar er staan vier cirkels van 8 mm in diameter. Dat zijn de plekken waar straks de gaten geboord moeten worden. En wat ik niet op de video heb laten zien, maar wat ik wel gedaan heb, is dat ik het 1 mm zwarte acrylplaatje ook heb voorzien van die vier gaten. En die heb ik daar dus uitgesneden, wat keurige ronde gaten geeft. Precies op een centimeter van top en zijkant. Zodat we exact hetzelfde krijgen op deze plaat. Nou, we gaan beginnen met het laseren van de blanke acryl. Dit is uiteindelijk het resultaat geworden. Nu wordt het tijd om de gaten te boren. Ik zelf vind hem niet helemaal geweldig gelukt, maar mijn vrouw vindt hem mooi en dus gaan we hem maken. We gaan de gaten boren. Het eerste wat ik daarvoor ga doen, is de plek waar de gaten moeten komen afplakken met schilderstape. Dat afplakken met schilderstape heeft maar één reden. Op deze manier heeft je boor wat meer grip op de plek waar je gaat boren. Dat boren overigens moet met een laag tempo gebeuren. Dat is even een kleine tip alvast. Ik ga nu aan de hand van de zwarte plaat uittekenen waar de gaten zitten. Op deze manier komt de zwarte plaat ook precies onder de clear acrylic te zitten. Dat gedaan hebbende gaan we de boormachine erbij halen. We beginnen met een heel dun boordje. Ik ga dat niet op video doen, maar ik ga vervolgens steeds een iets groter boordje gebruiken, zodat ik uiteindelijk, en dan heel rustig draaiend, een 8 mm gaatje krijg in mijn acrylplaat. Ik laat je zo het resultaat zien. En wat nu resteert, nu de gaten geboord zijn, is de tape weghalen, schoonmaken en hem alvast in zijn afstandshouders doen. En daarna natuurlijk het monteren op de muur buiten. Ik ga hem je zo meteen laten zien als hij nog niet gemonteerd is op de muur buiten. En aan het eind voeg ik dan een foto in waarbij die wel is gemonteerd op de muur buiten. En zo ben je terug. En dit is dan het eindresultaat zoals die op de muur komt te zitten. Door de afstandshouder komt hij een beetje van de muur af te zitten. En dat is natuurlijk ook mooi. Ik vind het jammer dat een beetje de grijze verf toch wat streperig resultaat heeft gegeven. Ongetwijfeld kan dit mooier. Maar voor ons voldoet het. En op zich is het een redelijk geslaagd
project. En zometeen zal ik een foto nog laten zien met hoe die daadwerkelijk aan de muur zit. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Daag.